Voor een volledige vaccinatie tegen het COVID-19-virus wordt er nu bij mensen met een verminderde weerstand geëist dat ze naast de tweede prik ook een boosterprik nemen. We bezochten het vaccinatiecentrum van het Zorghotel en vroegen de mensen wat ze van de boosterprik vinden. Ik vind het goed. Ik vind het heel goed. Het is altijd goed om je immuunsysteem eigenlijk te vermeerderen. En dat heb je nodig, hè, om niet ziek te hoeven zijn. Dus daar ben ik blij, heel blij om. Daarom ben ik gekomen. Toen ik hoorde Zorghotel, oh jee, zoveel mensen. Maar gelukkig, er zijn rij voor 70-plussers. Dus ben ik toch maar gekomen. Ik vind het heel geweldig. Ik raad iedereen aan om hun boosterprik te halen. Voor 5 maanden geleden heeft mevrouw en ik, hebben mevrouw en ik onze eerste en tweede prik gehad. En begin van de maand is mevrouw besmet geweest. En ze heeft bijna geen problemen gehad, helemaal bijna niets. En vandaar dat ik denk van, als het zo goed gewerkt heeft, dan zal die derde prik nog beter werken. Want ik heb het niet gehad, ik was samen met haar in huis. En zij heeft dingen opgelopen en ik niet. Dus ik denk, laat maar dan de derde prik nemen. En zij gaat dan over 4 weken, krijgt zij dan de derde prik. Javier Assin, voorzitter van het Nationaal Coördinatieteam, zegt dat hij zich wel kan voorstellen dat de derde prik verwarrend overkomt bij de samenleving. Hij benadrukt echter dat het boosten van het immuunsysteem niet onbekend is. Bij vaccinaties tegen onder meer gele koorts werden ook boosterprikjes gegeven. Assin geeft aan dat het heel goed mogelijk is dat een ieder in de toekomst een boosterprik zal moeten nemen. Israël is bijvoorbeeld een land dat als eerste vrijwel geheel gevaccineerd was. En waarbij ze nu zitten met een aantal maanden na de laatste dosis, in dit geval Pfizer. En dat ze zeggen van ja, we willen toch die extra zekerheid hebben en die booster geven aan iedereen. Dus elk land dat beslist dat voor zichzelf. Ook in Suriname zullen we dat voor onszelf beslissen. Ik moet wel zeggen dat er van onder de gevaccineerden heel veel mensen zijn die een booster willen. Als wij voldoende vaccin hebben en het mogelijk is om dat aan te bieden, dan zullen we dat zeker doen aan degenen die dat willen. Groepen die ik noemde, daar wordt wel al van gezegd dat misschien zelfs in sommige gevallen een vierde dosis nodig is. Maar dan heb ik het echt over mensen die heel ernstig ziek zijn, die heel ernstige immuunstoornissen hebben. Of die zware chemotherapeutica krijgen, waardoor het immuunsysteem bijna platgelegd wordt. Dus dat die vierde dosis, ik zie dat niet op korte termijn voor veel mensen noodzakelijk zijn. Aldus Javier Assin, voorzitter van het Nationaal Coördinatieteam.